Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de weerkaart van vanochtend vroeg zien we een lage drukgebied liggen boven Denemarken. Het lage drukgebied is een bijzonder lage drukgebied, want normaal trekken lage drukgebieden van west naar oost, maar dit lage drukgebied trekt juist van oost naar west. Hierdoor kregen we in de loop van de dag te maken met een buige regen vanuit het noordoosten uitbreidend richting het zuidwesten. De Meeste buien trokken over het noorden en westen van het land, in het zuidoosten en oosten viel hooguit een enkele bui. Vanavond trekken de buien weg en morgen krijgen we er dan met brede opklaringen te maken. De meeste regen valt dan vooral boven Engeland. En kijk ook eens in het zuiden, in de buurt van Midden-Italië en de Balkanlanden, ook daar forse regenval. Maar bij ons niet, wij krijgen te maken met een groot opklaringsgebied. En daardoor eh, hebben we morgen veel beter weer. In deze regio gaat de zon flink schijnen. Bij ons dus beter weer, dat krijgen we eigenlijk vanavond al. In het begin van de avond nog een aantal buien, maar in de tweede helft van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog en komen er bredere opklaringen. Kwik daalt vanavond naar een graad of vijf en in de loop van de nacht komt hij dicht bij het vriespunt uit. Aan de grond gaat het her en der vriezen. Verder vannacht nog zeer lokaal een bui, maar op de meeste plaatsen droog weer. Ook morgen overdag grotendeels droog. Heel misschien in het zuiden nog een lokaal buitje. Je moet dan vooral aan dit gebied denken dat daar misschien nog één bui overtrekt. In de rest van het land blijft het droog. Zonnige periode: meeste zon in het midden en noorden van het land. Meeste wind ook in het noorden, langs de Noordkustwindkracht 4 tot 6 uit het oosten. In het uiterste zuiden is het vrijwel windstil. Temperaturen: 12 tot 14 graden. Kijken we dan naar de komende dagen, dan zien we het kwik flink stijgen. Vrijdag wordt het 14 tot 17 graden, zaterdag 15 tot 18 en zondag wordt het plaatselijk 20 graden. Vooral vrijdag en zaterdag zijn de flinke perioden met zon. De wind neemt ook nog eens af, dus dat zijn heerlijke dagen. Zondag komt er meer bewolking, maar ook dan schijnt de zon geregeld en ook dan dus hoge temperaturen. Al op de langere termijn blijft het zacht voor de tijd van het jaar. De hoogste temperaturen hebben we duidelijk wel in het komende weekend. En maandag, dat is ook nog een fraaie dag. Vanaf dinsdag neemt de kans op een bui iets toe. Maar met een beetje geluk blijft ons dat bespaard en houdt het mooie weer wat langer aan. Meer daarover morgen. Ik wens u een fijne avond. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.